We gaan dan bij de meisjes 5 min verder. Dus we zullen de klas alleen aan de damescategorie. Dan gaan we kijken naar een hele snelle jonge dame. En dat Kenzie Sas brengt natuurlijk. Om naar volgbaar op dit moment in deze klasse. Wint de eerste drie maasjes al. En wie is weer zijn mee? Het lijkt nog wel sterren wind te storen hoor. Ook heel erg goed mee fietsen. En waar is dan onder andere Kim Kelder en Lian Schuurman. De jonge dame van de beste klasse in de losprinters. Hou Kenzie Sas brengt die met een mooi voorsprongetje in de eerste bocht uitkomt. Aan volgt het een wind is. En inderdaad is Kim Kelder op positie nummer 3. En dat betekent dat Schuurman toch wel een paar plekjes heeft laten zitten. Maar dat komt samen als het versnelt heel erg goed op de beurt is. Hoogbaan is ondertussen voorbij gefietst. En dan zit ze erbij nu ook met Kim Kelder. Ja, dan gaat het heel erg moeilijk worden hoor. Want Kim Kelder kom je niet zomaar voorbij het hebben van de week op de training, heb ik dat gezien. Maar dat komt samen als Schuurman zijn kop eraan. En dan gaat hij ook naar Sterrenwinters. Oh, dan gaat Sterrenwinters. Zit helemaal verkeerd Sterrenwinters dat stoel. En dan krijgen ze twee jonge dametjes binnen door. Heel erg knap gereden van Kelder. Ze reden naar positie 4. Dan gaan we ze pakken de tweede positie. Bij de eerste positie gaan naar de lastpunt van Kenzie Sasperink.